Wij geloven in onafhankelijke Surinamers. Geen afhankelijke Surinamers. Wij geloven in kritische Surinamers. We geloven in Surinamers die in staat zijn om uit te stijgen boven partijpolitiek, uit te stijgen boven eigen belang. Dus het is die ideale Surinamer waarin ik geloof. Maar je gaat dat, als je dat wil doen, ga je moeten starten met die mindset. Je gaat bij die ontwikkelingsvisie die awareness moeten brengen onder de Suriname. En dat kan je doen via jeugdbeleid, onderwijs, begrijp je. Je kan ervoor zorgen dat die Surinamer zich niet meer voelt als wat men tegen ons zegt. Je land is een narco-staat, bananenrepubliek. Je gaat proberen die mind te verheffen. En dat begin je te doen bij de jeugd. Ja, oké. Okay. Bij de jeugd. Is Suriname wel bereid om zeg maar zo te veranderen? Want soms denk je ook af van, maar zijn nog domtje maar diep in een samenleving. No. Het heeft te maken met het beleid die je maakt, toch? En kijk, waarom kunnen we naar het buitenland gaan en uitstijgen? Waarom kunnen we op elk gebied, economisch, maatschappelijk, onderwijsgebied, waar wij zijn, sportgebied, waarom kunnen we uitstijgen? Omdat die randvoorwaarden zijn gecreëerd. Daar misschien in die samenleving. Ja. En daarom hebben wij van A20 gezegd, toen wij kwamen, we zeggen, we strijden tegen fundamenteel onrecht. Wat is fundamenteel onrecht? Is wanneer de regering aan de macht is, wij hebben jou daar gezet. En je niet die randvoorwaarden creëert om die Suriname te verheffen. En dat is wat we het probleem met die oude politiek. Dat is het probleem. De randvoorwaarden zijn, ik ga niet zeggen, totaal niet gecreëerd, maar minimaal gecreëerd. Mm. Je moet meer doen. Oké, wat zoal nog meer? Kijk, je moet meer geld stoppen in je onderwijs. Je volksgezondheid, zoals het nu is. Die verpleegsters worden zo slecht betaald. Yeah. Waarom hebben we geen strategische groepen? Toen ik dacht president Weidenbosch dat wou doen, de Managaman direct poeren. Laten we gaan naar strategische groepen. Laten we de leerkrachten identificeren, de verpleegkundigen, de politiemannen, alle strategische groepen die er zijn in Suriname. Laten we ze beter betalen, laten we ervoor zorgen dat er geen brain drain is, maar laten we ervoor zorgen dat ze juist willen blijven. En als je dat wilt doen, ga je die randvoorwaarden moeten creëren voor bijvoorbeeld die verpleger. Ja, beter betalen. Beter betalen, ja. En ervoor zorgen dat er een aantal dingen daar zijn, waardoor die mensen zeggen, we hebben geen reden om weg te gaan. Mm. We zijn in ons eigen land, waarom zo? Dan moet je het geld wel eerst verdienen, toch? Om het uit te kunnen geven. En hoe denkt u dat geld binnen te halen? Kijk, het probleem is wat we hebben, is dat wij, en ik ben blij dat je net iets zei over die meneer Rob Leder, we hebben geen ontwikkelingsvisie. Dingen zullen niet direct gaan. We zitten nu in een crisis, maar we weten bijvoorbeeld dat er na een periode een aantal miljoenen, misschien zelf bijna een miljard binnen gaat komen. Wat gaan we doen? Wat is het beleid dat wij nu ontwikkelen wanneer het geld binnenkomt? Nu hebben we inderdaad wat struggles, we hebben heel wat toestanden. Niemand is blij met de regering, niemand is blij dat subsidies weg waren. Maar je moet een langtermijnvisie hebben. Mm-hmm. En ik denk dat dat is wat we ontbreken. En hoe komt dat? Dat komt omdat wanneer je kijkt naar de ministers die we kiezen, de beleidsmaker die we kiezen, waar dan ook de bemensing die je zet, dan zie je dat qua kwaliteit dat het heel laag is. Begrijp je? En wanneer je mensen zegt op plaatsen die competentie niet hebben om een visie die jij misschien hebt als president uit te voeren of te helpen ontwikkelen, aan Orocco. Dus het begint allemaal weer bij ervoor zorgen dat je de right person hebt on your right place. Ja, maar zeg maar met die politieke cultuur, hoe bereik je dat? Als je op een gegeven moment in een coalitieregering terechtkomt, dan willen die partners toch hun mensen voordragen. Nee, maar daarom moet je vooraf de verkiezing ervoor zorgen, en dat is ons ideaal beeld, dat je niet in de politiek zit of een verkiezing wil winnen, alleen om daar te gaan zitten. En wanneer we daar zitten, een land die maar 700.000 mensen heeft, dan ga je 17 ministeries creëren. Terwijl je voorbeeld kan nemen in een land met 13 miljoen, dat ze maar 12 ministeries hebben. Mm-hmm. Begrijp je? Maar als je ons land ziet als een grote koek of een pizza die we moeten verdelen, dat is jouw politieke mindset. Dat is een probleem, toch? Ja. Als je vanaf het begin strak bent en zegt, luister, zoals wij dat zeggen. Wij zeggen, wij gaan niet ten koste van onze ideologie gaan zitten in de regering. Mm. Waarom moeten we dat doen? Wij denken op langtermijn visie.
Wij moeten ervoor zorgen dat die awareness tot stand komt. Dat er ander soort politici zijn die werkelijk het land willen ontwikkelen. En niet gewoon omdat ze het momentum is daar. Dus wij gaan in die regering. En we kijken niet naar met wie we samen gaan werken. We kijken gewoon, ik moet president worden. Mensen doen drapje, want nooit Marokkaan democratie kans. Nee, we moeten op lang termijn gaan denken nu. En ervoor zorgen dat de politici die daar zitten, daadwerkelijk voor land en volk willen werken. Dus wil niet zeggen dat A20 koet zegt van, ik heb die zetels. Die regering kan gevormd worden, kom erbij. Dus het staat niet vast dat jullie met iedereen gaan samenwerken? Je kan met iedereen samenwerken, maar het gaat erom hoe gaat je beleid eruit zien. Ja. Ga je compromissen? Kunnen we niet leren van andere landen waar men zegt, oké, dan ga ik maar in de coalitie. Want op grond van deze dingen ga ik niet met je, want dat heeft de kiezer me niet gezegd. Kijk, in Suriname doen we veel aan kiesbedrog, toch? Ja. We beloven de kiezer zoveel dingen. En puntje bij paaltje, omdat we coalitie willen vormen. Dan zeggen we, nee, het was podiumtaal en dat voor dingen. Nee, wij hebben niet zoveel stemmen gehaald, ongeveer 5000. Maar we hebben een bepaald beeld voor die 5000 mensen gelegd. En dat beeld willen we continueren. Ja. Begrijp je? Dat wij strijden tegen fundamenteel onrecht en tegen partijpolitiek. We willen dat niet meer zien. We willen ander soort politiek zien. We willen zien dat dit land letterlijk wordt gedraaid, bijvoorbeeld als een bedrijf. Begrijp je? Waarbij je professionals daar heb en mensen die empathisch zijn en die begrijpen wat ze moeten doen. Begrijp je? Ja, niet maar gewoon... als ik zo naar u luister, meneer Rijmer, denk ik dat is echt de ideale Surinamer. Maar er valt nog veel te repareren. Willen we die Surinamer? Meneer Isaias. Willen we die Surinamer op dat niveau krijgen? Een visionair denkt niet alleen aan de volgende verkiezing. Ja. Mm-hmm. Een visionair denkt lang termijn. Ja. Begrijp je? En ook al zou ik waarschijnlijk als het volk zegt, we zijn niet klaar voor mensen als Rijmer. Maar let wel, dienstbare politiek hebben we geïntroduceerd. Ja. Dienstbare leiderschap hebben we ook geïntroduceerd. Die dingen blijven hangen. Iedereen heeft zijn mond nu vol van dienstbaar leiders zijn en dienend zijn geweest. Ja. Maar kijk naar hun trekker. Als ze werkelijk dienstbare leiders en dienend zijn geweest. Want wanneer je bezig bent met nepotisme en family en friends en dat soort toestanden. Dan praten we niet over dienstbaar leiderschap. Dan praten we duidelijk over partijpolitiek. Ja. Het is niet het algemeen belang. Het is het belang van wij en de zijnen. Dus goed, wij willen een ander traject opgaan. Laten we een beetje in de diepte gaan. Want als we kijken naar wat er nu aan beleid wordt neergezet. We strepen sowieso friends and family af. Nepotisme noemt u dat. Vinken we af. Maar wat zou u anders doen? Want het land zit in een moeilijke situatie. Er moest een herstructurering worden doorgevoerd. Dat wordt nu doorgevoerd. Maar wat zou u in deze moeilijke tijd anders willen doen? Kijk, wat je in deze moeilijke tijd zal doen, moeten doen, is sowieso beter communiceren met het volk. Yeah. Omdat, kijk, wanneer je hervorming en verandering wil brengen, en zeker wanneer je wil repareren wat je hebt overgenomen, denk ik dat je veel meer moet praten met het volk. Dus je communicatie moet beter worden. Maar behalve dat je communicatie beter wordt, moet je ervoor zorgen dat you walk the talk. En dat missen we. Kijk, wanneer er geen vertrouwen is, wat deze regering ook doet. Niemand vertrouwt het. En laten we zeggen daadwerkelijk wat de president zegt. We zijn een moeilijke periode achter de rug. We hebben wat geld kunnen verzamelen. Nu zijn dingen weer een beetje in rails. En we kunnen nu werkelijk een paar dingen doen. Maar we zijn vlak voor de verkiezing. Dus men ziet het misschien populistisch. Men zegt maar, waarom kon je dat niet een jaar van tevoren doen? Waarom juist een jaar voor de verkiezingen? Dus ik denk dat wat belangrijk is voor elke Surinamer en beleidsmaker, dat je een korttermijn en een langtermijnvisie hebt. En duidelijk dat communiceert. Uh-huh. En niet alleen communiceert, maar ook af en toe komt en aangeeft dat, kijk, daar zitten we en dat willen we doen. En in jouw beleid, want wij Surinamers, we look goed op. Dan checken we als wat je zegt werkelijk ook is wat je doet. Yeah. En dat merken we vaak niet. En dat zien we bijvoorbeeld in steeds presidentiële commissies. En je kijkt naar die bemensing en je vraagt jezelf af, maar waarom moeten dit soort mensen daar zitten? Sommige mensen zijn helemaal niet betrokken bij wat die commissie moet doen. Dus in mijn perceptie is het gewoon anders doorgaan met de oude politiek, maar in een andere vorm. Wat we nodig hebben duidelijk is, wanneer je dit soort dingen doet, wat dan ook presidentiële
commissieraad van commissarissen. Moeten wel zien dat je mensen daar zet. Niet om politiek hun te belonen. Mm-hmm. Maar daadwerkelijk het werk kunnen doen. En betrokken zijn geweest. Ja.